Bij de nieuwbouw van een basisschool in de Arnhemse wijk Presikhaaf worden alle 74 bomen alsnog gekapt. Dat besloot de gemeenteraad woensdagavond. Om een deel van de bomen te behouden was 300.000 euro nodig. Bovendien kon de vervuilde grond onder de bomen dan niet gesaneerd worden. Dit collegeplan ging de raad te ver. Er zou een nieuwe school worden gebouwd aan de Betaniestraat. Er staan ook heel wat bomen om deze school heen. En een deel van deze bomen zou behouden worden om daarna omheind te worden. Dat heeft te maken met toch de beweging in Arnhem dat zoveel mogelijk bomen willen behouden. Dat als het even kan, niet kappen. Aan de andere kant ligt er ook vervuilde grond onder deze bomen. En het plekje zou afgezet worden zodat kinderen niet kunnen spelen. Helaas waren er ook kosten bij betrokken. Want als je deze bomen wilde behouden... Zou dat ook meer kosten voor het project met zich meebrengen. Eerder maakten andere fracties daar al een probleem van. Maar het gaat allemaal ten nadele van het onderwijshuisvestingsbudget. En dat loopt al niet echt over van het geld. Daarom heeft de ChristenUnie vanavond voorgesteld om in tegenstelling van het plan van het college deze bomen toch te rooien, de grond te saneren en te herplanten. En dat kon ook allemaal binnen de projectkosten zoals die begroot waren. En de raad heeft ingestemd met deze motie. Eigenlijk dat we dus geen geld gaan uitgeven aan het behouden van bomen die in toch een vrij grote aantal best heel oud zijn en ook slecht van kwaliteit zijn. En tegelijkertijd de kans laten liggen om een stuk te saneren. En ook wel notabene bij een kinderspeelplaats in de buurt. Ik denk ook echt niet dat het college hier een risico heeft willen lopen met de veiligheid van onze inwoners. Ik verwijt het college ook echt niks. Maar ik vond het behoud van deze bomen voor toch tonnen meer kosten toch wel iets te idealistisch. Zet andere planten daar neer en als het dan toch neergaat, gewoon saneren die handel, want dan zijn we er maar vanaf. Het college van BMW heeft een ontzettend slecht besluit genomen. Door te zeggen, wij laten gif in de grond zitten vlakbij spelende kinderen, want wij willen daar bomen beschermen. Dat plan dat kostte 3 ton extra. En dan vervolgens bleek ook nog dat die bomen, 31 daarvan, zouden binnen 10 jaar sowieso al doodgaan. Onbegrijpelijk, je ziet het ook bij de stemmingen. Partij voor de Dieren en GroenLinks stemden tegen het weer verstandig gaan doen. En dat is ook precies wat hier natuurlijk met het college aan de hand is. Die zijn helemaal de weg kwijt als het gaat om bomen. Die willen voor de bühne, uit angst dat ze maar van bomenkap worden beschuldigd, willen ze niet meer de besluiten, durven ze kennelijk niet meer te nemen, die nodig zijn om te nemen. Als je hier gewoon rustig nuchter naar gaat kijken, zeg je, mensen, kap die bomen toch gewoon, plant nieuwe. Hier ga je toch geen 3 ton aan uitgeven. En je laat dat gif toch niet in de grond zitten. Kinderen kunnen daar straks wel met een gerust hart gaan spelen. Al het gif wordt daar dan nu weggehaald. En eerlijk gezegd kan u zeggen, ik slaap vannacht ook wat prettiger.